Dames en heren, welkom allemaal bij de eerste beta-break van 2017. Jullie zijn met veel, dat is altijd goed om te zien. Daar zijn we blij mee. We gaan het vandaag hebben over bewustzijn en de vrije wil. En dit delen we op vandaag in dus ook twee delen. We hebben het eerst over het bewustzijn, wat dat is en hoe je het meet. En vervolgens gaan we het verder hebben over de vrije wil. Tijdens de voorbereiding hiervan heb ik zelf ook wel na zitten denken over wat is dat nou eigenlijk een vrije wil en ben ik me daar bewust van? En de ene moment dacht ik, daar ben ik zeker. Ik heb er zelf voor gekozen om dit onderwerp te organiseren en de sprekers uitgezocht, daar was ik me allemaal bewust van. Die keuzes heb ik gemaakt, dus ja, ik heb een vrije wil. Maar ja, vanmorgen stond ik onder de douche en ik keek op de klok en ik zag ineens dat ik er een half uur stond. Daar was ik me niet van bewust en was ook niet mijn keuze, dus... Ik dacht, ik heb geen vrije wil. Maar eigenlijk willen we nu ook van jullie weten, wie van jullie denkt dat hij een vrije wil heeft? Wie steekt zijn hand daarvoor op? Dat is de minderheid van de zaal. Oké. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Ik denk dat ik het overgeef aan Nienke. Zoals inderdaad zichtbaar waren de meeste mensen achteraan inderdaad heel erg duidelijk geen hand omhoog. Hier vooraan zaten een aantal mensen die nog... voorzichtig een hand opstaken. Nou, we gaan het vandaag dus hebben over vrije wil. We hebben drie interessante sprekers. Ik zal ze kort introduceren en dan gaan we verder met de editie. We hebben Victor Lamme, hoogleraar aan de UvA. Hij doet onderzoek naar bewustzijn en hij heeft ook boeken geschreven over vrije wil, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten. En daarnaast werkt hij bij Neurorensics. Want zoals hij zegt, een fMRI-scanner weet beter wat jij wilt dan jij. Daarnaast hebben we Simon van Gaal. Hij werkt ook, net als Victor, bij de UvA. Hij werkt aan de psychologiefaculteit en hij doet onderzoek naar bewustzijn. Onder andere met fMRI-scanners en EEG-studies. Daar horen we zo meteen nog veel meer over. En tenslotte hebben we Pim Hazelager. Hij is filosoof en psycholoog en hij werkt bij het Donnersinstituut in Nijmegen. Maar hij woont in Amsterdam, dus dat was gelukkig niet zo ver. En hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ethische kant en implicaties van kunstmatige intelligentie, onder andere. Dan willen we graag beginnen met de discussie. En ik zal beginnen met een vraag. Want Victor, naast je wetenschappelijke werk aan bewustzijn, heb je ook meerdere boeken geschreven. Ja. Onder andere De Vrije Wil Bestaat Niet. Maar waarom vind je het onderwerp nou zo interessant? Als ik even mijn eigen mantra volg, weet ik zelf ook niet waarom ik dat interessant vind. Want mensen weten niet waarom ze doen wat ze doen. Dus dat geldt dan ook voor mezelf. Geen idee. Ik begon te schrijven en toen was er een boek. Ja. Ja, daar ben ik weer. Mijn microfoon viel uit. We weer naar huis. Dankjewel, Victor. Pim, jij werkt als filosoof en psycholoog op het Donners Instituut. Ja. Hoe benader jij dit onderwerp? Zo goed als ik kan. Dus ik probeer vragen te stellen. Dus ik ben de enige filosoof bij het Donders Instituut. En daar zitten dus allemaal psychologen, neurowetenschappers en fysici en wat al niet. Ik probeer dan vragen te stellen of perspectieven te bieden waar ze misschien niet meteen aan gedacht hebben. Oké. En tot slot Simon van Gaal. Zoals ik al zei, werk je bij de UvA. En daar een beetje onder andere bewustzijn. Hoe zou je bewustzijn definiëren? Mooie vraag. Ik ben vrij pragmatisch. We weten dat heel veel filosofen daar heel lang over nadenken en heel veel ingewikkelde dingen over hebben gezegd. Wat mij betreft gaat bewustzijn over subjectieve ervaring. Dus op het moment dat ik hier een subjectieve ervaring van mijn omgeving heb, die heb ik niet als ik bijvoorbeeld slaap. Dan ben ik blacked out, dan heb ik geen subjectieve ervaring. Dus het gaat me eigenlijk vooral daarom. Even een vrij simpele definitie. En hoe zou je dat in het brein zien? Als neurale activiteit. hoe bedoel je precies dat? Zijn er eisen die je moet hebben bij het bewustzijn in het brein? Dat je dat kan meten? Hoe maak je het zichtbaar? Ja, dus moeten eerlijk zeggen niet precies nog wat de neurale correlaties zijn van bewustzijn. Hoe dat eruit ziet. We hebben wel verschillende theorieën en ideeën daarover. De meeste ideeën komen overeen in dat ze zeggen, als je bewust bent van informatie, een bepaalde ervaring van bijvoorbeeld deze scène die ik nu om me heen heb, dan heb je bepaalde specifieke interacties tussen hersengebieden. Welke hersengebieden dat precies zijn, daar is heel veel discussie over. Maar laat ik zeggen, het gaat heel sterk over bidirectionele interacties van hersengebieden. En niet een soort hele basale
reflex van informatieverwerking die gewoon, laten we zeggen in het geval van visuele informatie, van je visuele cortex naar je motorische cortex gaat en bijvoorbeeld een reactie uitlokt. Dus die interacties zijn belangrijk. Hoe dat precies werkt, dat is nog onduidelijk. Okay. Pim, uit onze vorige gesprekken bleek volgens mij een beetje dat jij een iets andere definitie hanteert van wat het bewustzijn is. Exact dezelfde eigenlijk. Het gaat om de beleving en de ervaring. Dus het feit dat je iets voelt als iets, dat is kenmerkend voor een bewuste beleving. En precies wat er eigenlijk net gezegd werd. De vraag is van hoe kan het dat wetmatig interacterende materiële deeltjes, neuronen, neurotransmitters, zo'n beleving, zo'n ervaring oproepen? Die hoe-vraag is heel essentieel en volgens mij nog niet afdoende beantwoord. En je had het ook over de shitty theory of consciousness, toen wij jou spraken. Zou je daarover kunnen uitweiden? Nou, om wat je noemt met de deur in huis te vallen. Ja, ik heb een shit theory of consciousness. De shit theory of consciousness. Ik heb hem nog niet gepubliceerd, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar in de kunstmatige intelligentie zie je dat mensen, als ze het hebben over superintelligentie en dergelijke, heel erg zoeken in de richting van snellere en betere informatieverwerking. Dus meer en sneller. En de gedachte is dan dat op een gegeven moment zo'n superintelligence voor zichzelf gaat beginnen. Dus dat die bewust wordt, hè, de singularity. Ik denk dat dat een heel essentieel aspect van biologische systemen overslaat. Namelijk een hele betekenisvolle interactie met de omgeving. En dat is het eten van dingen die verwerken in een metabolisch proces. Die gebruiken om jezelf in stand te houden. Energie te voorzien, lichaam, cellen en dergelijke te regenereren. En vervolgens weer uit te scheiden. En ik denk dat die interactie met de omgeving, die heel lichamelijk van aard is, waar hersens natuurlijk ook een rol in spelen, maar die toch heel lichamelijk van aard is, eigenlijk een hele belangrijke bron is, misschien de allereerste bron van beleving, van ervaring. Sommige dingen in je omgeving zijn goed, andere dingen zijn slecht. En dat voel je in je lijf. Dat is voor mij misschien een opstapje naar hoe bewustzijn zou kunnen ontstaan. Okay, Victor, wat vind jij daarvan, van deze theorieën? Shit, hè? Shit, ja. Bijna alle theorieën over bewustzijn, en deze misschien wel in het bijzonder, neigt er heel snel naar wat panpsychisme heet. In die zin dat je dan eigenlijk aan alles wat er zo ongeveer rondkruipt en bestaat op de wereld wel bewustzijn moet toewijzen. Want natuurlijk, de interactie waar jij het over hebt, die heeft een bacterie ook. Die zwemt naar voedsel toe, die zwemt weg van toxische stoffen. Dus die heeft, ja, je zou kunnen argumenteren dat die bacterie dan ook een soort van bewuste ervaring daarbij heeft. Daar ben ik overigens niet per se tegen, maar dat maakt wel dat natuurlijk het echte mysterie van bewustzijn zoals wij dat ervaren daarmee niet echt wordt verklaard. Want zoals bij ons is natuurlijk het grote probleem. Wij verwerken heel veel informatie en we interacteren ook heel erg met de omgeving zonder dat we daar bewuste ervaringen bij hebben. En het interessante onderscheid is natuurlijk dat we die soms wel hebben en soms niet. En dat is eigenlijk die zoektocht naar ook het neuraal correlaat van bewustzijn. Hè. Wat gebeurt er dan in het brein op het moment dat je wel een bewuste ervaring hebt van iets versus dat je die ervaring niet hebt. En dat vind ik altijd een beetje een probleem met veel theorieën over bewustzijn, en dan deze zeker ook. Dat onderscheid zie ik daar nooit in terug. Okay. Even tussendoor vanuit naar het publiek toe. Als jullie een vraag hebben voor de sprekers of voor ons, dan ben je welkom naar voren te komen. Dan kun je hem zelf komen stellen. Kom even hier staan en dan helpen we jou daarbij. Dus als je dat wil, dan mag dat. Voel je vrij. Dan gaan we door op het onderwerp, als er nu niemand naar voren snelt. Want Ik wil eigenlijk wel weten of Pim dan ook een bewustzijn zou toedichten aan allerlei andere organismen. Ik ben graag zo genereus mogelijk, dus ik zou niet weten waarom niet. Maar wat Victor zegt is natuurlijk waar. Ik denk dat metabolisme, dat is een soort van opzet naar bewustzijn. Maar vervolgens vertoont bewustzijn zich in veel verschillende vormen. Dus wij kunnen soms bepaalde bewuste ervaringen verbaliseren. Nou, dat zal een E. coli niet kunnen, om maar wat te noemen. En zo zijn er wel meer gradaties. Ik denk dat met het ontstaan van cortex, en zeker prefrontale cortex, additionele vermogens van
bewuste ervaring mede mogelijk worden gemaakt die je bij hele simpele wezentjes niet zal vinden. Maar dat die een soort van eerste onderscheid tussen goed en slecht beleven. Ik zou niet weten, dat is een hele trage, dommige manier van beleven misschien, maar ik zou ze dat niet meteen willen ontzeggen. Dus ik ben in die zin ook geen panpsychist, dat ik denk dat bewustzijn in gradaties hoort bij levende wezens. En panpsychisme zegt eigenlijk dat het overal is. Dat is wel een verschil. Veel onderzoek tegenwoordig wordt gedaan in dieren, onder andere in apen. Simon, daar heb jij ervaring mee, als het goed is. Met apen? Nou ja, met in ieder geval... Dat ben ik. Oh, ja. Sorry. Dat er onderzoek wordt gedaan met apen, onder andere in fMRI-scanners, en dat er wordt getrackt waar ze naar kijken. Is überhaupt het van belang dat zij een andere definitie van bewustzijn hebben, omdat zij het niet kunnen verbaliseren, zoals Pim zegt? Ja, kijk, daar wil ik meteen wel even een kanttekening bij maken. Dat verbaliseren is natuurlijk volstrekt oninteressant. Dat is nou net niet het belangrijke aspect van bewustzijn. Zeker niet het aspect van bewustzijn waar Simon en ik bijvoorbeeld dan in zijn geïnteresseerd. Het hebben van een bewuste visuele ervaring. Kijk, misschien een aardige metafoor. Kijk, daar staat een camera. En in die camera zit een chip. En dat vangt net als ons netvlies informatie op. En als het een beetje een goede camera is, kan hij bijvoorbeeld ook gezichten herkennen. En dan ziet hij, dit is een gezicht. Dan zet hij daar een vierkantje omheen en focust hij daarop. Dus zo'n apparaat verwerkt visuele informatie op een vrij intelligente manier. En in een computer kun je daar nog veel allerlei andere interessante dingen mee doen. Maar toch gaan we er over het algemeen vanuit dat in die camera geen bewuste ervaringen zitten. En die zitten er bij ons wel. En dat is eigenlijk het echte mysterie van bewustzijn. Als wij bijvoorbeeld gezichten zien, dan hebben we daar een bewuste ervaring van zo'n gezicht bij. Als jouw mobieltje een gezicht ziet, gaan we ervan uit dat die bewuste ervaring er niet is. Dus dat onderscheid, dat is het interessante onderscheid. En of ik daar nou wel of niet iets over zeg, over dat ik dat gezicht zie, dat is natuurlijk volstrekt oninteressant. Nou, en dat onderscheid is er bij apen ook. Dat zie je ook heel duidelijk. He, apen hebben bijvoorbeeld ook gezichtsgevoelige neuronen. Die reageren heel specifiek op de aanwezigheid van een gezicht. Ook als die apen daar niet bewust van zijn. Dan vraag je misschien af, hoe weet je nou dat een aap wel of niet bewust is van iets? Ja, dan moet je ze dus trainen om allerlei taakjes en trucjes te doen achter een scherm. Maar in wezen kun je er wel op min of meer dezelfde manier achterkomen of een aap bewustzijn van iets is of niet, als je dat bij mensen doet. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Hoe is een aap? Hoe weet je dat een aap bewust is? Ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen. Nou ja, kijk. In essentie, als je dat aan een mens vraagt, moet je ook in de psyche van die mens kijken. Ik weet ook niet zeker of jij een bewuste ervaring van iets hebt als jij dat zegt. Dat is natuurlijk het bekende rapportageprobleem. En natuurlijk ook dat eerste versus derde persoonsperspectief op bewustzijn. Ik kan niet in jouw hoofd kijken. Dus dat moet ik op een of andere manier uit jouw gedrag destilleren. Of jij wel of niet een bewuste ervaring hebt. Nou, daar zit eigenlijk ook... En bijvoorbeeld, je drukt op een knop als je iets wel of niet hebt gezien. Dat is de meest basale manier om daarachter te komen. Nou, dat kun je een aap natuurlijk ook leren. Trouwens, dat kun je heel veel dieren leren. Dat wil overigens niet zeggen dat drukken op die knop dan gelijk staat aan het feit dat jij wel of niet een bewuste ervaring hebt. Want dat is meteen het probleem van die aanpak. Als iemand op een knop drukt omdat hij zegt of omdat hij vindt dat hij iets bewust heeft waargenomen. Dat wil niet per se zeggen dat hij dan, als hij niet op die knop drukt, zich niet bewust daarvan is geweest. Het kan ook zijn dat ergens onderweg tussen die bewuste ervaring en het drukken op die knop die informatie verloren is gegaan. En dat is eigenlijk het alleringewikkeldste aspect van die zoektocht naar dat neuraal correlaat van bewustzijn. Als ik het goed begrepen heb, Simon, is het ook mogelijk om wel in de hersenen te kijken dat er bepaalde componenten zijn bij EEG en bepaalde dingen die je ziet in een fMRI-scan of van een beeld van een fMRI-scan waaruit je wel kunt afleiden dat er bewustzijn is. Kan je daar iets over uitleggen? Wat zie je dan? Waar zou het aan moeten voldoen? En is dat genoeg om dan te kunnen concluderen dat iemand bewust is? Eigenlijk gaat het dus precies hetzelfde als bij wat Victor net vertelt over apen. We doen bij mensen experimenten waarbij we bijvoorbeeld heel kort informatie aanbieden op een computerscherm. Zo kort en ook nog gemaskeerd heet dat. Dus daarna bieden we nog een andere stimulus aan. Zo kort, subliminaal eigenlijk, dat is een term die veel mensen kennen, dat je het niet kan zien. Als we mensen dan vragen van, we laten bijvoorbeeld een gezicht zien of een huis zien, ik zeg maar wat, en we laten ze vragen van, wat heb je gezien, een gezicht of een huis, dan kunnen ze dat onderscheid niet maken. Ze zijn volledig op kansniveau. Subjectief zeggen ze ook, ik heb geen flauw idee. Dus als je die situatie vergelijkt met een situatie waarin dat stimulus laat zien even lang, maar niet maskeert, dus geen andere stimuli aanbiedt, waar je gewoon dus die stimulus ziet, dan kan je die twee met elkaar vergelijken. Dus je maakt dus een contrast in het brein tussen een
onbewuste verwerking. De stimulus is er wel, maar kan hem niet zien. En een bewuste vergelijking. De stimulus is er en je ziet hem ook. En als je dat contrast maakt, dan kan je het doen in EEG of in fMRI of in whatever methode die je hebt, vind je een aantal signaturen van bewustzijn. Allerlei verschillende maten die correleren met het feit dat je het soms wel ziet en soms niet. En dat kan in EEG zijn, bijvoorbeeld een bepaalde component in het EEG, een fMRI. Bijvoorbeeld in fMRI zie je dat er veel meer en meer widespread activatie is, zeg maar, als je bewust wordt versus als je niet bewust. Als je niet bewust wordt, zie je wel activatie van bijvoorbeeld gezichtsgebieden, waar Victor het ook over had. Gebieden die specifiek reageren op gezichten, dus we weten die informatie wordt verwerkt, zonder dat iemand daarover kan rapporteren, zonder dat iemand daar subjectief ervaring. Misschien ben ik het wel alleen hoor, maar ik vind het best bijzonder dat er überhaupt een activatie is van een stimulus die je niet gezien hebt. Een ander voorbeeld wat een keer genoemd is, dat je bijvoorbeeld in een fMRI-scanner ligt, dat er een toon wordt laten horen. En dan is het net onder de grens dat je hem dus niet hoort. Een fMRI-scanner maakt best veel geluid, dus dan kan het best makkelijk zijn als je een toon niet hoort. Toch is er dan activatie. Is daar een verklaring voor? Hoe kan het zijn dat je wel een hersenactivatie ziet, maar dat je je niet bewust bent? Want als ik het goed begrepen heb, zijn er verschillende theorieën erover. En jullie verschillen er ook over in theorie. Simon en Victor. Sommigen zeggen er zijn recurrente netwerken naar de prefrontale cortex. En sommigen zeggen nee, je hebt alleen een verbinding nodig binnen een gebied. Hoe kan dat? Ja, nou kijk, om te beginnen, als informatie binnenkomt in het brein, dan fietst dat razendsnel van achter naar voren. Als je het hebt over visuele informatieverwerking. Hè. Dus achterin zit de visuele cortex. Binnen 100, 200 milliseconden zit dat door je hele brein, die informatie. En hebben allerlei gebiedjes vinden daar iets van. Reageren erop. We zijn al dan niet selectief. Dat noemen we de feed-forward sweep. En dat is iets wat waar eigenlijk iedereen wel over eens is. Dat is nog niet het moment dat jij dan een bewuste ervaring hebt van die informatie. Dus jouw brein heeft al die informatie verwerkt. Doet daar iets mee, vindt er iets van, maar dan heb je nog geen bewuste ervaring. Dus als je op dat moment iemand door zijn hoofd zou schieten, zou die nooit geweten hebben dat daar iets te zien was geweest. Terwijl zijn brein dat dan dus al wel, 200 milliseconden weet. Overigens, dat door je hoofd schieten, dat doen we ook, althans op een andere manier. We zetten bijvoorbeeld een elektromagnetische puls op iemands hoofd, dat heet TMS. En als je inderdaad zo'n TMS-puls op zo'n moment geeft, op verschillende plekken in het brein, dan zie je ook dat mensen die bewuste ervaring dan niet meer hebben, of althans minder. Daarna krijg je inderdaad van die, waar Simon het ook al over had, van die recurrente interacties. En dan gaat die informatie eigenlijk weer van voren terug naar achteren. En dat is het moment dat bewuste ervaringen ontstaan. Nou, is inderdaad de discussie, waar moeten die recurrente interacties nou precies helemaal vandaan komen? Moet dat inderdaad van de prefrontale cortex afkomen, wat ook te maken heeft met processen als aandacht, maar ook het feit dat je kunt rapporteren over zo'n ervaring? Of is het voldoende dat die recurrente interacties bijvoorbeeld alleen binnen de visuele cortex zijn? Nou, ons standpunt, of althans mijn standpunt, ik geloof ook van Simon, is dat die recurrente interacties binnen de visuele cortex voldoende zijn voor het hebben van een bewuste visuele sensatie. Alleen, als je daar dan ook nog over wilt rapporteren, ja, dan moet die prefrontale cortex er wel bij komen. Of in ieder geval structuren die wat meer frontaal liggen, zodat je ook nog eens een keer op een knop kunt drukken. En zodat je ook zelf weet dat je die bewuste visuele ervaring hebt. En dan wordt het natuurlijk een beetje raar, want wat we eigenlijk zeggen is, jouw brein produceert bewuste visuele sensaties nog voordat je het eigenlijk zelf weet en nog voordat je natuurlijk ook daarover kunt rapporteren. Je hebt eigenlijk een soort drietrapsraket. Eerst heb je volledig onbewust, dan heb je bewust, maar je weet het nog niet, en dan heb je bewust en je weet het ook nog eens een keer en je kunt het op een knop drukken. Dat is een beetje hoe het werkt. Pim, ik zie jou een beetje moeilijk kijken. Klopt dat? Nou, ik vond het een glasheldere uitleg, maar conceptueel problematisch is natuurlijk, je bent je ervan bewust, maar je weet het nog niet. Ik denk dat we heel erg open moeten staan voor het feit dat de manieren waarop we begrippen als bewustzijn, en dat geldt trouwens ook voor vrije wil, maar dat komt misschien straks nog wel, dat we die niet kunnen begrijpen op de manier zoals we altijd dachten dat het was. Dus dat er bepaalde interpretaties ontstaan die tegenintuïtief zijn, vind ik niet zo gek. En het is ook, denk ik, een hele goede meerwaarde van de neurowetenschap dat ze op een gegeven moment laat zien hoeveel ruimte er eigenlijk is tussen het traditionele aan- of uit-lichtknopje van bewustzijn-interpretatie, wat een veel te simpel model is, denk ik,
En nou ja, oversimplificatie is de andere kant op. Het is allemaal maar een illusie of het bestaat niet en dergelijke. Dat lijkt me ook niet goed. En dat je dus zo'n drietrapsraket, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Of je dan wil volhouden dat die middenstap, zo van je bent je er wel van bewust, maar je weet het nog niet, het beste gedekt wordt door een begrip als bewustzijn, daar kun je dan vervolgens goed over praten. En het lijkt me heel interessant om dat ook conceptueel dan wat te verhelderen. Ik zou niet pleiten voor het behoud van die term. Maar dat er tussenstappen zijn die we intuïtief onduidelijk vinden, verbaast me helemaal niet. Zou je een term weten, hoe je dat middenstap, hoe je die middenstap zou kunnen noemen? Wat zou je voorstellen? Kan je daar pre-bewustzijn. Of lamme bewustzijn kunnen we het ook gaan noemen. Dat is misschien wel aardig eigenlijk. Je moet ook niet dat zo zien als van ja, we plakken er een label op en dan heeft het een mooie naam, dan zijn we klaar. Nee, waar je naartoe moet is een soort van taxonomie. Dus echt een heel conceptueel kader waarbinnen je die verschillende fenomenen van bewustzijn kunt plaatsen. Dus je verzint niet zomaar een nieuw labeltje, dat is makkelijk genoeg. Het is niet zoals je een ster ontdekt en dan plak je er een naam op, snap je? Je moet veel beter begrijpen wat het hele proces van begin tot eind is en wat de relevante tussenstappen zijn die daarin gezet kunnen worden voordat je gaat nadenken over hoe je dat noemt. Tenminste, dat zou mijn voorstel dan zijn. En Simon, hoe sta jij daarin? Denk je dat je bewustzijn kan hebben zonder dat je iets weet? Nou, ik vind de term weten een beetje ingewikkeld. Dus wat we weten bijvoorbeeld, laat ik het even heel, heel pragmatisch houden, dus heel erg bij experimenten, zeg maar. Dat vind ik zelf wat makkelijker te begrijpen dan woorden. Dus bijvoorbeeld als we een experiment doen waarbij mensen moeten rapporteren over hun bewuste ervaring, vinden we bijvoorbeeld allerlei prefrontale activaties, wat Victor inderdaad precies zegt. Als we een andere maat nemen, bijvoorbeeld zijn experimenten met pupilgrootte, waarvan we weten dat ze een soort van kunnen reflecteren of iemand iets ziet of niet. Nou, dat heb je dan eerst bewezen. De pupil wordt bijvoorbeeld groter als je iets ziet dan als je het niet ziet. Even in een specifiek experiment. Het gaat niet om de details. Dus dan doe je dat experiment en dan vraag je niet aan proefpersonen van heb je het gezien of niet. Je meet gewoon de pupil en je kijkt, hey, de pupil is nu groot en nu klein. Dus dan ga je ervan uit dat als die groot is, dat ze het hebben gezien. Zonder dat je ze vraagt te rapporteren daarover. En wat je dan ziet is dat eigenlijk al die prefrontale activaties en bepaalde componenten in het EEG ook, waarvan we dachten dat ze geassocieerd zijn met bewustzijn, inderdaad, zoals Victor zegt, geassocieerd zijn met de rapportage over bewustzijn. Dus daar ga ik helemaal in mee. De vraag is dan, kan je bewustzijn zonder dat je het weet? Die term vind ik een beetje vreemd. Ik denk wel dat je bewust kan zijn zonder dat je erover kan rapporteren. Maar dat is een beetje dat is toch een andere cognitieve stap daarbovenop. Ik weet niet zo goed, ik begrijp soms niet altijd wat je bedoelt met weet. Als ik zou zeggen, als ik bewust ben, dan weet ik dat, dan kan ik, misschien kan ik er niet over rapporteren, maar ik weet het wel. Of, hoe zie jij dat? Wil je erop reageren, Victor? Nou ja, dat is omdat dat weten, dat lijkt vaak ook een beetje rapporteren aan jezelf. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. En dat is, weten is natuurlijk een heel rare term inderdaad, wat is dat in godsnaam? Maar als je informatie, wat dan heet, cognitief wilt manipuleren, dus je wilt er iets mee doen, of je wilt erover nadenken, of je wilt er iets van vinden. Dat is misschien niet het beste voorbeeld, maar het is cognitief manipuleren, dus of je wilt het opslaan in je geheugen, of je wilt het, dat soort dingen. Dat is wel een stadium waarbij dus die wat min of meer overeenkomt met het rapporteren. Dat is wat ik ook weten zou noemen. En dat vereist dus vaak inderdaad die activatie van die prefrontale cortex en geassocieerde gebieden. Maar dat is eigenlijk alweer een stapje te ver voor wat betreft het begrijpen van wat bewustzijn nou eigenlijk echt is. Want waarom ik die drietrapsraket maak, is ook omdat het mij natuurlijk erom gaat, oké, waar zit nou de kritieke overgang tussen bewust en onbewust? Of laat ik zeggen, van onbewust naar bewust. Want dat is natuurlijk dat is waar de magic happens. Nou ja, en als je wilt weten waar de magic happens, dan moet je dus op zoek naar die kritieke overgang. En die zit hem volgens mij in die overgang van dus die eerste trap naar die tweede trap. En niet van die tweede naar die derde, want dat is alleen maar rapporteren over je bewuste ervaring. Nou, dat is ook interessant, maar vind ik niet interessant. We willen eerst even naar het publiek kijken of er vragen zijn. En anders dan gaan we namelijk verder met een volgende vraag van mij. Er zijn namelijk ook coma-patiënten waarin het heel erg belangrijk is of ze nog bewust zijn of niet. En er zijn verschillende soorten van coma. Simon, wil je daar iets over vertellen? Ja hoor, ik best iets over vertellen. Dat is een mooie open vraag.
Ja, dus je hebt eigenlijk, we hebben het de hele tijd over ervaring gehad, dus subjectieve ervaring, dus de inhoud van mijn perceptie op dit moment. Je hebt natuurlijk ook nog een andere soort van factor, dat is meer of je wakker bent of niet wakker bent. Bijvoorbeeld als je in coma bent, ben je niet wakker, je ogen zijn dicht, je beweegt niet, zeg maar. Je kan je ogen open doen en dan wakker zijn, net als bijvoorbeeld in vegetatieve staat patiënten. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat je ook een bewuste ervaring hebt van je omgeving. Dus je lijkt bewust, je bent wakker, je kan zitten in een bed, maar je hebt niet specifiek een subjectieve ervaring. Dus er zijn allerlei ingewikkelde situaties waarin het lijkt, als we naar mensen kijken, dat ze waarschijnlijk bewust zijn, maar we weten het niet helemaal zeker. Dus dat zijn situaties waarin we proberen te onderzoeken van, ja, hebben die mensen nou wel bewustzijn of niet? En daar zijn hele beroemde experimenten met mensen die moeten gaan tennissen in de scanner bijvoorbeeld. Dat ze vragen of iemand die vegetatief is, in de scanner wordt gelegd, die, als je hem zou analyseren, dus neurologisch en klinisch, lijkt het erop alsof er geen bewustzijn is. Die persoon doet geen dingen waarvan je denkt van, oh, dit is een bewust persoon. Maar die kan dan toch bijvoorbeeld zich bepaalde dingen inbeelden in een scanner. Dus ze kan het niet uiten door middel van gedrag, maar wel door middel van hersenactiviteit. Dat is ook een beetje de situatie waar Victor het over heeft. Je hebt niet echt een gedragsmatige output of rapportage, maar alleen met je brein en door je brein kan je zien dat je bewust bent. Oké, we hebben ook een publieksvraag. Hallo, ik had een vraag aan Victor. Je had het net over een soort dat je op zoek bent naar het kritieke punt wanneer je dan ineens kan spreken van bewustzijn. En ik vroeg me dan af, ben je dan op zoek naar een threshold? Dus is dat één punt en dan ineens heb je bewustzijn? Of moet ik dan meer denken aan een soort graduele overgang waarin je dan ineens bewustzijn hebt? Ja, dat is altijd een beetje een ingewikkelde vraag. Mijn voorkeur gaat toch wel uit, maar dat klinkt helemaal echt niet wetenschappelijk, maar naar een soort van alles of niks ding. Of in ieder geval iets wat heel sterk niet lineair is. Dat het toch wel ineens een soort chaotische of dramatische faseovergang is van iets wat je dan toch echt onbewust noemt. En dan ineens poef. Maar dat is ook een beetje natuurlijk zoals dat bijvoorbeeld gaat als je wakker wordt. Je ligt in bed en dan is het licht uit. En ik bedoel niet alleen in de kamer, maar ook in je hoofd. En dan poef ineens ben je er, weet je wel, dat is toch ook, en natuurlijk, je bent er nog niet helemaal, maar daar zit toch wel zo'n, eigenlijk het omgekeerde natuurlijk misschien nog wel sterker, hè? Dus je probeert in slaap te vallen, en je ligt daar, en dan poef ineens is het licht uit, of althans, zo ervaar je dat natuurlijk. Dat zijn toch wel hele alles of niks dingen, en dat vind ik niet juist het interessante aan bewustzijn, dat alles of niks karakter eraan, hè? Dus je bent je ervan bewust of niet, en er is natuurlijk wel experimentele evidentie over, met name als je kijkt naar die neurale correlaten van bewustzijn, dat daar wel iets gradueels misschien in zit. Dat zou voor mij eerder betekenen dat we dan toch nog niet helemaal goed begrijpen hoe het zit. Voor mij is dat iets alles of niks. Of althans, zo zou het moeten zijn. Echt een faseovergang als je het hebt over niet-lineaire dynamica. Ja. Maar dat klinkt als het tegenovergestelde van wat Pim zei over de taxonomie die je voorstelde. Nou, het tegenovergestelde niet, maar wel een beetje inconsistent misschien. Want als je stadia hebt van bewust maar niet wetend, even voorbijgaand aan de problematiek rondom wat weten dan precies is, dan zeg je eigenlijk van ja, daar zitten dus overgangsstadia in die eigenlijk tussen die twee aan-uitschakelaars in zitten. Ja, waarom zou je dat niet als een gegeven accepteren of als een onderdeel van die stadia-benadering van bewustzijn? Ik denk sowieso dat we af moeten van het hele idee dat het een ding is of dat het bepaalde markers heeft die altijd aanwezig zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat visueel bewustzijn iets anders is dan auditief of qua geur. En dat er ook andere markers of correlaten mee verbonden zijn. En dat we ook bewustzijn zelf... Kijk, wat een standaard verschil is in bewustzijn is tussen primair en een reflexief bewustzijn. Dus ik kan sigaretten willen roken en ik kan tegelijkertijd willen dat ik sigaretten niet wil roken. Dat ik eigenlijk een hekel heb aan mijn eigen verlangen en dat ik er vanaf wil. Nou, dat zijn al verschillende stadia van bewustzijn. Het terugbuigen over een eerste vorm van bewustzijn. Dus zo kan ik me voorstellen dat zeker naarmate jullie onderzoek vordert, ook ons inzicht in wat we eigenlijk bedoelen met bewustzijn enorm verrijkt gaat worden.
En dat dat niet in alle gevallen exact hetzelfde is, ook neuronaal niet. Daar moeten we erg voor openstaan. Oké, nou bedankt voor dit bruggetje. Want we willen het nu gaan hebben over de vrije wil onder andere. En de vraag die bij mij heel erg naar boven kwam was, is er bewustzijn nodig voor een vrije wil? Maar voordat we het over vrije wil kunnen hebben, moeten we natuurlijk wel weten waar we het over hebben. Dus willen we het graag definiëren. Victor, jij hebt een heel erg sterk getiteld boek geschreven over de vrije wil bestaat niet. Ja. Maar hoe zou je die vrije wil dan definiëren? Ja, nou ja, toch vooral in de wat alledaagse zin. Dus dat wil zeggen, kijk, mensen hebben alle intenties, willen wat, letterlijk. Vinden ergens iets van, hebben een mening, noem maar op. Waar het mij vooral om gaat, is dat soort, ja, toch inderdaad wel met bewuste gedachten eigenlijk, vooral samenhangende dingen die zich in je hoofd afspelen. Dat pratende mannetje in je hoofd ook, wat je maar niet af kunt zetten. Dat is een soort aspect van jouw ik. En dan tegelijkertijd heb je je gedrag, wat je doet, wat je daadwerkelijk kiest. Nou, wat ik bedoel met vrije wil bestaat niet, is dat er dus maar een zeer beperkte of misschien wel afwezige kausaal verband is tussen wat je allemaal denkt, vindt en van plan bent en wat je daadwerkelijk doet. En dat is, jouw brein bepaalt eigenlijk wat jij zoal doet allemaal in het leven en de keuzes die je maakt. En dat gaat van de alledaagse dingen tot welke studie je kiest bijvoorbeeld. Dat wordt bepaald door jouw brein en allerlei dingen natuurlijk ook van de omgeving die op jouw brein inwerken. Ja, en ondertussen heb je daar wel allerlei gedachten en meningen en intenties bij, maar dat doet er niet zo heel veel toe. Dat is eigenlijk het idee. Pim, volgens mij denk jij het tegenovergestelde. Nee hoor, dat tegenovergestelde valt wel mee. Het is wel anders. Kijk, ik denk dat als we praten over de vrije wil, dat we eigenlijk een vraag niet stellen die heel essentieel is. Namelijk, welke vrijheid eigenlijk en ten opzichte waarvan? En ik denk dat Victor terecht, maar ook wel een beetje voorspelbaar en inmiddels achterhaald, want we weten het al een paar eeuwen, zegt van wij kunnen niet vrij zijn van ons brein. Als je wetenschappelijk materialist bent, dan zeg je van nou ja, denken en voelen en alles wordt mogelijk gemaakt door materiële interactie van, of wetenschappelijke, wetmatige interactie van materiële deeltjes. Maar ik wil ook helemaal niet vrij zijn van mijn brein. Ik vind dat een heel raar verlangen. Ik wil toch ook niet vrij zijn van mijn longen of van mijn maag of van mijn knieën. Ik bedoel, die maken mij tot wat ik ben. Dus ik vind, mijn brein maakt juist vrijheid mede mogelijk. Dat mede is omdat ook mijn lichaam en mijn omgeving mijn vrijheid mede mogelijk maken. Dus dan wordt de vraag, vrij waarvan? Ja, niet van het brein natuurlijk, maar vrij ten opzichte van de omgeving. Mijn brein helpt mij een relatieve vrijheid te geven, te hebben ten opzichte van van omgevingsstimulatie. En van mijn eigen eerste gedragsimpulsen. Dus ik kan nadenken over wat ik waarneem in de omgeving, dankzij mijn brein. Vervolgens denken dat mijn eerste gedragsimpuls, groot glas bier, meteen leeg in één teug, nu toch maar even niet. En dat is een vrijheid die stenen ten opzichte van hun omgeving niet hebben. Die zijn 100% omgevingsgedetermineerd. En die andere cognitievere wezens, muizen, ratten, apen, tot een zekere hoogte hebben, maar toch weer minder dan wij. En ik kan er daarnaast ook nog over communiceren, zodat mijn omgeving mee mijzelf kan beïnvloeden. Dat doen we met goede voornemens bijvoorbeeld. Dus ik zoek vrijheid helemaal niet in ten opzichte van het brein. We weten al sinds Descartes dat dat geen verstandige optie is. Dat leidt tot dualisme en een ziel die je niet kunt verklaren. Dus daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. We moeten het hebben over die andere vorm van vrijheid, namelijk vrijheid ten opzichte van de omgeving en hoe het brein ons dat mede helpt te bereiken. Victor, wil je hierop reageren? Ja, nou, ik bedoel natuurlijk ook niet vrijheid ten opzichte van ons brein. Want ja, inderdaad, wat anders dan ons brein bepaalt dat we doen wat we doen. Maar we hebben natuurlijk in ons brein zitten wel een aantal functies, cognitieve functies, zelfreflectie, intentie, het hebben van intenties, net als het hebben van meningen, rationalisaties. Dat zijn allemaal dingen die we geneigd zijn iets meer te beschouwen als ons werkelijke ik dan al die dingen die in ons brein gebeuren waar we ons niet bewust van zijn. Terwijl natuurlijk juist al die dingen die in ons brein gebeuren waar we ons allemaal niet bewust van zijn, misschien wel een veel sterkere invloed hebben op de keuzes die we maken dan die gedachtenmachine.
En dat is eigenlijk, en die gedachtenmachine ja, zit uiteraard ook in het brein, maar het is maar een heel klein stukje ervan natuurlijk. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. We overschatten over het algemeen de invloed van die gedachtenmachine ten opzichte van de invloed van al die onbewuste processen in ons brein op de dingen, op de keuzes die we maken. En ik zou het dus liever willen omdraaien. Al die dingen waar we ons niet bewust van zijn, dat zijn wij veel meer dan al die bewuste gedachten, intenties en meningen die we hebben. Maar de conclusie is dan dus niet dat de vrije wil niet bestaat, maar dat die anders is dan we dachten. En dat is een fundamenteel ander soort van conclusie. Ik ben het helemaal met je eens dat wij bijvoorbeeld veel meer confabuleren, gewoon dingen verzinnen over onze beweegredenen, wat helemaal niet een realistische weergave hoeft te zijn van onze echte gedragsoorzaken. We verzinnen een heleboel en dat doen we om sociale redenen. Ik ben geen neurowetenschapper als ik tegen iemand anders zeg waarom ik iets gedaan heb, maar een politicus. Ik wil overtuigen dat wat ik deed verstandig was of acceptabel of dat mensen me aardig vinden of mijn status omhoog gaat en dergelijke. Daarom hebben we die bubblebox. Maar dat is volgens mij helemaal niet. Dat leidt helemaal niet tot de conclusie dat dus de vrije wil niet bestaat. Maar dat die gewoon anders in elkaar zit dan we in eerste instantie dachten. En wat maatschappelijk nu relevant is, is dat we dan gaan kijken. Ik praat bijvoorbeeld veel met juristen hierover. Van ja. Wat betekent dat voor begrippen als verantwoordelijkheid? En straffen. Kunnen wij nog echt straffen als het beeld dat de neurowetenschap en de psychologie ons schetst nog bestaat? Of moeten we wel gaan denken over veroordelingen, maar niet meer om te straffen, maar meer om de maatschappij te beschermen of om mensen beter te maken en dergelijke. Die discussie vind ik eigenlijk veel interessanter dan de wat toch simpele stellingname van de vrije wil bestaat niet. Want het is maar één soort en dat is toevallig ook de meest achterhaalde soort van vrije wil die we hadden. Hoe zou jij hem dan definiëren? Want we hebben dus nu gezegd dat hij anders is dan Victor hem beschrijft. Maar hoe dan wel? In welke nou ja, dat gezonde hersenen een bepaalde vrijheid ten opzichte van de omgeving mogelijk maken. Dus een soort van distantie ten opzichte van omgevingsstimulatie en je eigen eerste gedragsimpulsen. En dat is een vrijheid waarvan ik denk dat die ook in juridische zin heel relevant is. En dat we beter moeten begrijpen hoe het brein daaraan bijdraagt. Daarom is dit werk ontzettend belangrijk. Maar dat we dat wel moeten vertalen naar een verbeterde interpretatie van begrippen als vrije wil en bewustzijn in plaats van een afschaffing ervan. En Simon, hoe denk jij dat de vrije wil wel of niet zou kunnen bestaan? Dat is een hele interessante vraag, zeker nu we dit hebben. Maar ik ben het eens met Victor wat betreft. Ik ben het ook eens met jou, dus ik kom niet alleen met. Ben niet alleen, je zit ook in het midden. Maar zometeen ga ik wel even. Ja, ik ben een soort middelste kind ook en zo. Dan krijg ik. Anyway. Dus Victor laat eigenlijk gewoon zien. Veel van wat we doen komt door allerlei onbewuste impulsen. En er is misschien maar een heel klein deel van alles wat we doen dat uiteindelijk iets te maken heeft met bewustzijn. Nou, dat weten we inmiddels ook wel. En dat. Dat is denk ik een goed beginpunt, laat ik zo zeggen. En dan zeg jij, Pim, van oké, vrije wil, zoals de originele versie, bestaat niet. Dus basically, in deze context, met deze mensen om me heen, met mijn ervaring, met mijn brein, zou ik niets anders kunnen doen dan wat ik nu doe. Er was geen andere optie. En elke keer als ik hier weer in exact dezezelfde situatie zou zitten, mocht dat mogelijk zijn, dat is niet mogelijk, dan zou ik weer precies hetzelfde doen. Die versie... Daar zijn wij het dus blijkbaar over eens met z'n drietjes. Alleen de vraag is dan, wat is die vrije wil waar Pim het over heeft? Dus dat associeer ik dan met bewustzijn en zelfcontrole. We hebben, als je bewust wordt van informatie, hebben we gezegd, gebeurt er iets in je brein dat anders is dan onbewust. Dus onbewust krijg ik een impuls en dan handel ik meteen. Dat is een soort reflex, hè? Dat is die feed-forward sweep waar Victor het over had. Bewust krijg je al die interacties in je brein, gaan gebiedjes met elkaar praten... Kunnen prefrontale gebieden waar bijvoorbeeld dingen als moraliteit zitten, waar Pim het over heeft, of dingen, bepaalde geheugensporen of bepaalde andere elementen kunnen met elkaar interacteren. En dat kan leiden tot een andere output dan een onbewuste output. En dat is wat mij betreft een beetje waar jij heen gaat, denk ik. En daar heb je dus, je hebt dus een soort van zelfcontrole. Maar dat is niet de vrije wil zoals die origineel is gedefinieerd als... Dat ik nu iets anders had kunnen doen dan dit in deze specifieke context met mijn brein en deze omgeving. Klopt dat of niet? Ja, als je zegt exact dezelfde omstandigheden, dan moeten mensen zich wel realiseren dat dat dus
voor 100% exact hetzelfde is. Dus tot op moleculair niveau. Kijk, als ik zeg, ik ben een bekend voorbeeld van een filosoof over een put die slaat met golf en die mist hij dan. En dan zegt hij, nou, ik had hem kunnen maken en ik had het anders kunnen doen. Wat bedoelt hij dan? Nou, dat hij, als hij iets meer geconcentreerd was geweest, had hij hem vast wel gemaakt. He, want technisch gesproken kan hij dat wel. Maar hij kan niet bedoelen dat als alles exact hetzelfde was, dus hij tot op moleculair niveau, dezelfde neuronen, vuurfrequenties, neurotransmitters en dergelijke, en de hele omgeving met de blaadjes precies in dezelfde stand enzovoort, en de lichtreflectie 100% identiek, dan had hij het niet anders kunnen doen. En ik denk dan, dat is ergens maar goed ook, want wat betekent het nog als je 100% identiek gewoon twee verschillende kanten op kan? Dat is een soort van randomness waar ik qua vrije wil en verantwoordelijkheid verder ook niks mee kan. Dus, maar het is iets anders om te zeggen, en dat bedoelen we natuurlijk, ik had het anders kunnen doen. Als ik nog eens een keer in zo'nzelfde situatie kom, ga ik het anders doen. En er is niets dat dat onmogelijk maakt, want dan ben je anders. Elke seconde ben je anders, omdat je brein verandert onder je omgevingsinvloeden en de omgeving sowieso altijd anders is. Dus alweer voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en gevoelen van trots en schaamte. En zo denk ik niet dat we heel veel kwijtraken. We verdiepen alleen ons begrip in van wat vrije wil nou eigenlijk wel kan zijn. En wat het ook vooral allemaal helemaal niet kan zijn. We hebben ook een vraag uit het publiek. Ja. Een hele interessante discussie. Het woord dat ik nog niet heb gehoord is intuïtie. En ik vroeg me af of dat pre-bewustzijn waar het eerder over ging. En wat Victor ook zegt. Heel veel van wat je doet is niet dat pratende mannetje of vrouwtje in je hoofd. Daarvan denk ik, maar is dat dan niet intuïtie? En zeg je dan eigenlijk, als je intuïtief handelt, handel je dus niet uit vrije wil? Want ik zou denken dat als je intuïtief handelt, dat net zo goed vrije wil kan zijn. Nou ja, kijk, intuïtief handelen, dat schur ik natuurlijk veel meer aan tegen dat onbewust handelen waar ik het over heb, dan tegen gecontroleerd of maar ik denk niet intuïtief hetzelfde is als onbewust. Ja, misschien is het goed als je intuïtief voor me definieert, want dan vind ik dat een beetje lastig. Intuïtief zie ik als zeg maar dat je iets doet zonder dat je misschien 100% weet waarom je het doet, maar je voelt dat het goede is om te doen. Ja. Door inderdaad die hele historie aan ervaringen en impulsen en weet ik veel wat, die je hele leven al hebt opgedaan, die je dus wel hebt verwerkt. Ja, maar wat die dus misschien ooit bewust waren, maar nu niet meer. Ja, maar wat er in zo'n geval natuurlijk gebeurt, is dat jouw de hele opmaak van jouw brein, vanaf je genetische achtergrond, tot en met je alles wat je ooit hebt meegemaakt in je opvoeding, in je opleiding en al je ervaringen, die zijn zo neergelegd dat jij op een gegeven moment min of meer automatisch weet, hier moet ik dit doen. En dan doe je dat dan ook. Zonder dat daar weer dat pratende mannetje dus aan te pas hoeft te komen. En inderdaad, dat is vaak meer jij dan die gedachte in je hoofd. Hè, dus als je intuïtie zo definieert, zijn mensen meer hun intuïtieve zelf dan hun bewuste zelf. In hoeverre dat vrij is, ja, dat is natuurlijk wat mij betreft niet minder of meer vrij dan al die andere dingen. In mijn geval dus niet vrij, want ja, het is nou eenmaal gedetermineerd vanuit, wat ik zeg, je genetische achtergrond, je opleiding, je ervaringen, al die dingen. Al die dingen hebben zich opgestapeld in jouw brein en zorgen ervoor dat je nu A of B kiest. Als jouw brein een beetje goed is opgegroeid, dan kies je natuurlijk, kies je voor het goede. En dan is de uitkomst goed voor jou, of goed voor je omgeving, of in ieder geval een positieve uitkomst. Nou ja, dat is ingewikkelder dan dat zou ik niet willen maken. Dus wat is daar vrij aan? Dat is inderdaad een beetje, om te beginnen een soort oninteressante vraag, maar het is wel in ieder geval heel erg gedetermineerd. Maar waar het voor mij vooral om gaat, dat staat dus meestal nogal los van weer dat pratende mannetje in je hoofd. En dat is... En kijk, de definitie waar Pim het over heeft, is natuurlijk, oké, ik heb de impuls om een biertje te willen, maar ik bedenk bij mezelf, dat moet ik misschien toch maar niet doen, want weet ik veel, ik moet nog naar huis of rijden of iets dergelijks. Wat er dan eigenlijk altijd gebeurt, is dat
ja, bewuste ik wordt geassocieerd met dat soort inhibitieprocessen. Nou, dat vind ik ook raar, want we weten natuurlijk ook dat heel veel van dat soort sociale normen, inhibities, ja, die werken net zo goed ook op jouw intuïtief handelen in, die werken net zo goed ook onbewust, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. En belangrijker nog, jij kan misschien wel dan die bewuste intentie hebben om bijvoorbeeld die bal dan de volgende keer bij de volgende golfslag anders te slaan. Maar dat wil dus nog helemaal niet zeggen dat je het dan ook doet. Nee. Dus dat zijn de problemen met die definitie van bewustzijn. Aan de ene kant, controle is net zo goed ook onbewust. En aan de andere kant, nou, die ben ik even vergeten. Oké, okay, ik ga eventjes onderbreken. Ik ben het helemaal met Victor eens van het mannetje wordt zwaar overschat. Dat geldt trouwens in het algemeen wel, denk ik. Ja. Dus daar moeten we ons zeker ook niet blind op staren. En intuïtie is zeker ook een onderdeel van mij. En vrijheid ten opzichte van de omgeving uit zich niet alleen in niet doen. Dus een beetje Freudiaans superego dat overal nee tegen zegt. Dat lijkt me een hele armoedige soort van vrijheid. Maar ook in wat je brein allemaal mogelijk maakt aan geleerde automatisme. Al dan niet in dank aanvaard en dergelijke. Want ook die beïnvloeden hoe je omgaat met omgevingsstimuli. En in die afstand tot de omgeving, zowel positief als negatief, zit die vrijheid. We hebben nog een vraag uit het publiek. Dat sluit wel een beetje aan bij uw laatste opmerking. Want ik vroeg me af, we maken nu steeds een heel strikt onderscheid tussen dat mannetje in je hoofd, inderdaad dat onbewust of intuïtieve. Maar wat nou als je iemand hebt die er heel bewust voor kiest om voor een periode dat onbewuste te ondergaan. Dus als je bijvoorbeeld een pianospeler hebt die bewust voor kiest, ik wil nu piano spelen, maar tijdens het piano spelen oefent hij een stuk dat hij al duizenden keren heeft gerepeteerd en is hij dus in een zekere zin onbewust zijn vingers over de toetsen aan het glijden. Is dat dan echt, kan je dan echt zo'n strikt onderscheid maken van oké, hij is niet bewust bezig en dus niet vrij, terwijl hij daarvoor wel heeft gekozen om onbewust bezig te zijn? Ik denk dat we dat pratende mannetje echt eens even achterwege moeten laten. Dat trekt altijd wel de aandacht, maar ik denk dat dat veel meer voor sociale interactie eigenlijk gebruikt wordt dan dat het psychologische relevant. Ik zeg wel eens, om even lichtelijk te overdrijven, bewustzijn is geen psychologisch fenomeen, maar een sociologisch fenomeen. Dat is iets dat belangrijk is tussen mensen in die rapportage en dergelijke. Om te komen tot gedrag speelt dat slechts een hele bescheiden rol. En juist het automatiseren, ik vind de pianospeler een heel mooi voorbeeld, kan juist enorm heel veel vrijheid geven. Want door het automatiseren van je patronen, als je een Beethoven-sonate speelt, heb je misschien meer ruimte om de interpretatie die jouw uitdrukking is, jouw persoonlijke uitdrukking van het stuk, tot uiting te brengen. Dus ik zou... Het lijkt me onzin om te zeggen, ik ben het bewuste mannetje en de vrijheid die ik heb zit daarin. Want ik denk dat terecht verworpen moet worden, dat lijkt me onjuist. Maar dat neemt niet weg dat het brein nog steeds een heleboel vrijheid mogelijk maakt ten opzichte van heel erg omgevings- of impulsgedetermineerd zijn. Je zei ook dat het bewustzijn een sociaal aspect is. Ja. En daar wil ik eigenlijk even bij Simon op ingaan, want in het... voorgesprek zei hij dat op het moment dat je bij mensen in een bijvoorbeeld een spelomgeving de vrije wil afpakt, dat ze daar dan tegenin gaan werken. Dus dat lijkt me ook een sociaal fenomeen. Kan je daar meer over vertellen? Dus het experiment waar ik het over had is dat... bijvoorbeeld als je mensen... even kijken, een of andere game laat doen waarbij je kan samenwerken met iemand of kan tegenwerken, zeg maar. Dan zie je dat als je van tevoren een manipulatie doet waarbij je zegt, deze groep laten we geloven dat wetenschap heeft aangetoond dat vrije wil niet bestaat. En deze groep laten we geloven dat de wetenschap heeft aangetoond dat vrije wil wel bestaat. Dan zie je dat die groep die denkt dat vrije wil wel bestaat veel aardiger is, laat ik zo zeggen, voor de tegenstanders dan die groep die denkt dat vrije wil niet bestaat. Dus die gaat gewoon veel meer voor zijn eigen hachje en van veel, veel egoïstischer opereren eigenlijk. Dus het is wel degelijk zo dat het, misschien is het een illusie, maar de illusie van vrije wil, volledige vrije wil, ook leidt tot sociaal geaccepteerder en moreler gedrag. En er zijn ook veel meer mensen met PIM die denken dat bewustzijn inderdaad vooral een sociale functie heeft. Dus je kan, doordat je bewustzijn hebt, heb je bewuste gedachten die je kan delen met iemand. En dan heb je theory of mind-achtige dingen. Dus je weet soort van wat iemand anders doet in een bepaalde context.
ja, je begrijpt waarom die wat doet, omdat de context dusdanig is bijvoorbeeld. Dus dat is best een interessante gedachte, ja. Ik heb nog één vraag uit het publiek, die wel interessant is ook voor de beta-wetenschappers hier. Oké, ja. Ik heb een vraag die inhaakt op iets wat Pim Haaslager zei over het brein dus in twee keer dezelfde toestand in precies dezelfde situatie. Wat misschien wel interessant is, in de kwantumfysica is een bekende interpretatie dat je deeltjes in dezelfde toestand brengt en dat het dan nog steeds probabilistisch is wat er dan uitkomt. Hoe denk je dat dit relevant zou kunnen zijn voor gedrag? Ja, nou kijk, in deze hele discussie, als we het hebben over wetmatige interactie van materiële deeltjes, wat voor mij toch nog steeds gewoon wetenschappelijk materialisme is, laat ik altijd heel erg open of het universum nou deterministisch is of niet. Kijk, ik ben geen natuurkundige, ik vond het vroeger erg leuk, maar ik weet te weinig van de kwantummechanica om daar verstandige dingen over te zeggen. Laat ik over aan andere mensen. Dus mijn opstelling is altijd, ik ben bereid om determinisme te accepteren voor de sake of the argument, voor het debat. Maar ik zou het ook heel goed kunnen accepteren als het niet deterministisch is, maar een soort van stochastisch proces of iets dergelijks. Echter, als het gaat om begrippen als verantwoordelijkheid, schiet ik er in beide gevallen niet zo gek veel mee op. Want als ik gewoon afhang van een toeval, een random number generator of zoiets dergelijks, mijn handelingen, ja, dan ben ik net zo min verantwoordelijk als dat ik 100% vast lig, als je de traditionele visie daarop hanteert. En daarom denk ik dat we toe moeten naar een andere interpretatie van wat een betekenisvolle vorm van vrije wil zou kunnen zijn, in plaats van het hele begrip weg te gooien. Maar er zijn dus mensen, ik weet niet of ik er daar een van ben, maar er zijn mensen die denken dat het bewustzijn in theorie de toestand zou kunnen uitkiezen, zeg maar. Dus maar, zeg maar van, de twee wegen zijn exact equivalent. En dan, maar wat is dan bewustzijn en waar komt het vandaan als het niet uit die materiële deeltjes zelf komt? Dan heb je toch weer een of andere dualistische constructie bedacht. Dat zie je heel vaak zo, mensen en hun brein. Alsof dat ik daar dan toch eventjes weer stiekem boven zweeft. En Paul Bloem heeft een heel goed boek geschreven een aantal jaren geleden, zijn ontwikkelingspsycholoog, Descartes' Baby. Mm-hmm. En hij heeft daarin allerlei voorbeelden uit de ontwikkelingspsychologie waarin hij laat zien hoe hele jonge kinderen eigenlijk al geneigd zijn om dingen te verklaren door een beroep te doen op niet-materiële geesten. He, zo, opa is overleden, eet opa nog? Nee, opa eet niet meer. Kan opa zich jou nog herinneren? Ja, dat kan opa nog wel. Dus hij blijft dan toch ergens bestaan, ook al is hij fysiek dood. En ik denk, en hij, zijn conclusie is, we're natural born dualists. We zijn zo getuned dat we eigenlijk voortdurend een beroep doen op dat dualisme. En die intuïtie steekt steeds opnieuw in dit debat en dat maakt het zo complex zijn kop op. Ook nu eigenlijk in jou van, ja, maar zou bewust zijn dan die materiële deeltjes kunt. Nee, daar is het afhankelijk van. Dan kun je misschien terugbuigingsprocessen hebben, circular causality, zijn allemaal theorie over. Maar ik heb eigenlijk nooit iets gezien dat mij nou helder uitlegt hoe dat dan allemaal zou moeten werken. Ik weet niet of dit helpt, maar. Victor, ben jij dan een dualist? Nou ja, de neiging tot dualisme is altijd moeilijk te onderdrukken. Overigens, ja, kijk, voor mijzelf, ik ben al een tijdje op zoek naar bewustzijn, wat het is. En met name waar ik het over heb, dat magische moment enzovoort. Ik vind dat nog steeds wel zo moeilijk te verklaren dat het wat mij betreft ook niet is uit te sluiten dat er wel degelijk een of andere dualistisch ding aan te pas moet komen. Niet dat ik daarin geloof, ik ben ook helemaal niet gelovig of iets dergelijks, maar het zou kunnen. Dus waarom ook niet? Gezellig. Het lijkt mij trouwens fantastisch, want ik ben naast mijn zoektocht naar bewustzijn ben ik ontzettend bang voor de dood. Dus het lijkt mij heerlijk om later rond te zweven als die ene helft van het dualistische duo boven jullie allemaal. En Simon, ben jij meer een dualist? Ja. Of? Nou, kijk, als ik heel serieus als wetenschapper moet antwoorden, dan ga ik dat niet zeggen. En dat is, denk dat we dat allemaal ingewikkeld zouden vinden. Tenminste, aan de verhalen die ik heb gehoord, ben ik dan geen dualist. Maar ja, in mijn leven vind ik het relatief onacceptabel om te accepteren dat ik niet vrij ben in de meer traditionele zin van waar we het over hadden.
Dus ik koester echt extreem graag de illusie dat ik volledig vrij ben in alles wat ik doe. En dat ik kan kiezen wat ik wil en doen wat ik wil. En dat ik op dit moment volledig iets anders kan doen dan in de loop der verwachtingen normaal zou zijn, zeg maar. Of zo. Dus dat, ja. Dus in dat opzicht is mijn wetenschappelijke visie en mijn persoonlijke visie zit daar. Ja, er zit heel veel botsing in. En Pim, volgens jou moeten we van het dualisme afstappen en ben jij echt een hart en nieren een monist? Ik zou daar eigenlijk nooit meer wat over willen horen. Het is zo vermoeiend. Elke keer moeten we weer terug naar dat uitgangspunt. Maar ik snap ook wel, psychologisch leeft dat heel sterk in ons. Er is wel iets, ik vind... het heeft iets onrechtvaardigs. Stel nou dat je gedetermineerd bent, hè? En je loopt je best te doen. Waarom is dat dan zo vermoeiend? Dat vind ik zo oneerlijk eigenlijk. Als het dan toch allemaal vast ligt, laat mij dan gewoon zonder enig gevoel van au of pijn mijn best doen. Maar zo werkt het toch ook weer niet. Dus het hele fenomeen van je best doen, daar ben ik nog wel in geïnteresseerd. Van hoe zou je dat dan kunnen verklaren waarom dat toch zo'n zeer doet altijd? Tenminste, bij mij doet mijn best doen ontzettend pijn. Ik zit nog met één vraag, die ik eigenlijk al de hele middag een beetje in mijn hoofd heb. Die komt een beetje terug op wat we al besproken hebben. Maar ook, wat ook in het voorgesprek aan de bod is gekomen. Dat ik het zo bijzonder vind dat zeg maar, je neuronen en alle stoffen in je hersenen gewoon in gang gaan. En mocht je dan een vrije wil hebben, dat je dus die stofjes zou kunnen sturen. Kun je daarop reageren? Wat vind je daarvan? Want in principe heb ik met Simon ook in het voorgesprek daarover gehad. We hadden het idee dat het eigenlijk niet kon. Nee. Dat de stofjes gewoon hun gang gingen. En dat je dus niet de activiteit en de activiteit in je hersenen daarin kan veranderen. Dat impliceert dus dat je geen vrije wil hebt. Wil je dat? Moet ik het antwoord ook geven? Nou, wil je dat nog uitleggen? Want dan kan Pim daarop reageren. Dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden inderdaad. Dus het is niet een soort extra ik die dan gaat veranderen hoe informatie wordt verwerkt in het brein. Dat ik zou zeggen, dus die twee zijn één, dus dat is niet... Ja, dat kan niet. Dat is het antwoord. Ja. En Pim? Ja, mee eens. Maar dat betekent dan dus dat er geen vrije wil is in die zin? Nee, die dualistische vrije wil die bestaat niet. Echt niet. Heus niet. Komt ook nooit meer terug. Is er nooit geweest. Over en afgelopen uit. Victor's boek heeft daarin 100% gelijk. Maar dat is niet het begin van het debat. Dat ligt voor het begin van het debat. Dat debat was al gesloten in de tijd van René Descartes. Dus we moeten op een gegeven moment deze discussie verder brengen door te vragen naar hoe neurowetenschap bijdraagt aan betekenisvolle interpretaties van vrije wil. Het is nu 2017. Het wordt tijd. Oké, en ik denk dat het een mooie is om mee af te sluiten. Wij willen alleen nog van jullie weten... Wie denkt er nu dat hij een vrije wil heeft? Dat zijn toch wel weer wat meer mensen dan aan het begin. Denk je? En van wie is de mening veranderd na dit debat? Zijn er mensen die omgepraat zijn of overtuigd? Nou, ja. Ik zie een aantal vingers. Zijn er mensen die iets willen delen daarover? Dat is overigens een bekend psychologisch fenomeen. Hè? Als je debatten voert, dan polariseren meningen alleen maar. Dus dan verankert iedereen zich in de mening die hij toch al had. En is hij nog moeilijker van die mening af te brengen. Oké, dan wil ik iedereen graag bedanken. Dan rest mij nog te zeggen dat de volgende editie van de Beta Break gaat over vervuiling van water. Weer op woensdag van 12 tot 1. En hou Facebook in de gaten voor alle updates. Dank jullie wel.